Yes, dames en heren, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe Brawl Stars video. In deze video gaan we het hebben over de toekomst van Brawl Stars. Daarnaast zijn nog wel een aantal leuke dingetjes te kopen in de winkel. Oftewel, het gaat een toffe aflevering worden als jullie misschien als eerst op het duimpje mogen willen rammen. Dat zou super erg helpen bij de video. We gaan deze video voor de 2000 likes. Hopelijk kunnen we dat redden. Abonneren op dit kanaal kan natuurlijk hier beneden. Laten we direct gaan starten. Ja, we starten deze video natuurlijk eventjes met een potje knokbal. En we spelen met Carl. In de tussentijd gaan we het hebben over de toekomst van Brawl Stars. En ziet dat er goed uit, ja of nee? Nou, zometeen heb ik daar wel een antwoord op voor jullie. Allereerst laten we het eventjes gaan hebben over de andere games van Supercell. Want Supercell heeft natuurlijk niet alleen Brawl Stars. Die heeft bijvoorbeeld ook Clash of Clans, Clash Royale, Heyday. Maar wat is er met die games gebeurd? Nou, die games die waren een paar jaar geleden super populair. En zijn daarna redelijk snel allemaal doodgebloed. Gaat hetzelfde gebeuren met Brawl Stars? Want Brawl Stars die lijkt wel een klein beetje op die andere games, zeg maar. En ook met de manier hoe ze nu een enorme hype zijn, maar ook hoe ze straks weer heel erg snel dood kunnen gaan. En daar heb ik zo meteen ook een aantal statistieken voor jullie die kan laten zien, waardoor het inderdaad lijkt dat Brawl Stars misschien wel dood gaat bloeden. Het zou kunnen. Het zou kunnen. Ik zeg niet dat Brawl Stars op dit moment dood is. Echt absoluut niet. Ik bedoel, superveel mensen spelen het nog. Maar het gaat wel een klein beetje naar beneden. Al helemaal als we gaan kijken naar bijvoorbeeld de update die ze niet meer pushen. Daar kom ik zo meteen op terug. Maar al helemaal naar, naar de Google Trends. Namelijk de Google Trends, die geeft eigenlijk aan hoeveel iets wordt gezocht op YouTube of Google. Ik heb dit keer eventjes geselecteerd op YouTube, omdat dat iets relevanter is. En dan zien we in Nederland dat die op dit moment op 66% staat. En 100% was de piek, dus het allermeeste. En 66% is gewoon bijna gehalveerd, zeg maar. En dat is pretty insane. En het gaat alleen maar lager, lager, lager. Dus, gaat Brawl Stars dood? Nou, ja, waarschijnlijk niet, want Brawl Stars is op dit moment, zeg maar het team van Brawl Stars is op dit moment op vakantie. Dus, ja, dan krijg je dat eigenlijk niks, geen content meer is om te maken. Want ze zijn weg, we krijgen geen updates, helemaal niks. Dus dan is het voor creators natuurlijk ook best wel lastig om content te maken. Voor ons ook. Dus dan wordt het waarschijnlijk ook minder bekeken, omdat het allemaal wat minder interessant is op dit moment. Dus dat kan natuurlijk een reden zijn waarom die Google Trends naar beneden zijn. Zou kunnen, hè? Maar het komt misschien ook een klein beetje omdat Brawl Stars eigenlijk alles al heeft gepusht. Letterlijk alles wat we wouden zit op dit moment in de game op één ding na. En dat is eigenlijk de Clan Wars of de Club Wars. Dat zit er nog niet in. Ik vraag me ook af of dat er überhaupt in gaat komen. Maar op dit moment hebben we eigenlijk alles. Als we namelijk teruggaan, we hebben de Brawl Pass. Die wouden we. Nou, die hebben ze toegevoegd hoor. Dat was eigenlijk een heel erg groot hoogtepunt. Ze hebben dit aangepast, het trofeepad. Nou, dat hebben we nu. Ze hebben meerdere knokkers toegevoegd. Nou, we hebben nu zoveel knokkers dat het niet echt veel meer uitmaakt of er nou een nieuwe in komt. Want heel erg veel, die moeten toch nog een aantal unlocken. Ja, op dit moment hebben we eigenlijk alles wel. En weet ik niet goed wat ze nu nog moeten toevoegen. Waardoor het veel leuker wordt allemaal. Bijvoorbeeld emotes ook. Emotes, wouden we, zit er ook in. Weet je, dat zijn allemaal voorbeelden. En ik vraag me echt af of ze de game nu nog levend kunnen maken. Of kunnen behouden. Dat is namelijk het allermoeilijkste. En dat is iets levend behouden. Dat is op YouTube zo. Dat is met games zo. Dat is letterlijk met alles zo. Ja, weet je, populair worden, dat is niet het moeilijkste. Populair blijven, dat is het allermoeilijkste. Dus ik vraag me het heel erg af of ze het gaan doen natuurlijk. Laten we trouwens ondertussen even een potje spelen. We even edelstenen grijs spelen. Maar ja, de Google Trends, die zien er niet heel erg goed uit. Gelukkig hebben ze trouwens wel, dat is één ding wat ze heel erg goed hebben gedaan. Vlak voordat ze op vakantie gingen, hebben ze genoeg gadgets gemaakt, zodat ze die om de week kunnen releasen. Dus er is nog wel iets gaande. Maar niet veel. Niet veel. Een Brawl Talk, ja, die komt natuurlijk pas over, wat zal het zijn, 5 weken, 4 weken of zo. Dus dat gaat nog eventjes duren. Ja, in de tussentijd gaan de statistieken alleen maar lager, lager, lager. Ja, het is allemaal misschien een heel erg angstig verhaal dat Brawl Stars nu doodgaat, maar zo dood gaat het nou ook weer niet, weet je wel. Het blijft echt wel meer levend op dit moment nog dan bijvoorbeeld een Clash Royale of een Clash of Clans. Want die games zijn, ja, serieus echt dood. Dat is echt niet normaal meer. Maar ja, Brawl Stars gaat wel omlaag.
dat moeten we accepteren. Dat hebben we natuurlijk ook gezien bij een Fortnite. Het kan natuurlijk ook zo weer zijn dat ze daarna weer iets doen waardoor het weer nog groter wordt dan ooit. Ik bedoel, Fortnite is het levende bewijs. Letterlijk, Fortnite heeft een comeback gemaakt. Die was ook echt aan het doodbloeden. Daar hebben we echt al meerdere video's over gemaakt. En uiteindelijk dachten ze van oké, we moeten hier iets aan doen. En dat hebben ze inderdaad gedaan. Ze hebben namelijk een dikke comeback gemaakt. Dat hebben ze heel erg netjes gedaan. Dus wie weet gaat Brawl Stars dat ook doen. We weten het niet. Zou natuurlijk wel nice zijn als ze dat doen. En ik ga hier dood. Rest in peace. Oké, dat eventjes het verhaal gezegd te hebben over de toekomst van Brawl Stars. Nogmaals, het ziet er redelijk oké uit op dit moment. Maar ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Laten we ook eventjes focussen op dit potje. Want we staan op dit moment met 1 edelsteen achter. Daar komt zo meteen verandering in. Want ik ga zo meteen eventjes hem-modus erin. En dat gaan we nu doen. En ja, deze gaat eraan. Deze gaat er zo hard aan. En deze ook. Oh, we hebben hier zoveel. Lekker hoor. Het is aftellen geblazen. Bijna dan. Bijna aftellen geblazen. Oké, hun zijn allemaal dood. Mooi, 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 mooi. Oké, dit is geweldig. Dit is geweldig. We pakken deze even af. Zo, hoppakee. Lekker hoor. En deze gaan we... Oh, die gaat dood. Ja hoor, die is er ook aan. Oh man, deze gaat er ook aan. Ja, en die Pam moet alleen nog even leven blijven. En dan hebben we alweer gewonnen. Ja hoor, we hebben gewonnen. Die aanval van mij was not bad. Volgens mij ben ik ook ster speler. Ja hoor, dat ben ik inderdaad geworden. Goed, laten we eventjes erover gaan naar de winkel. Ja, de winkel, de winkel, de winkel. Is de laatste tijd niet heel erg interessant voor mij, want... ik heb alles al. Ik heb letterlijk alles al. Ik hoef letterlijk nog maar een paar dingetjes te unlocken. En dan heb ik alles. 1 gadget en 1 sterrenkracht. Nou, laten we eens eventjes kijken of we die hieruit krijgen. En we krijgen niks. 90 munten. Hey, maar met die 90 munten kunnen we gelukkig wel iets. Namelijk de snelle schep kopen. De nieuwe gadget eigenlijk van Mortis. En dat is zeker weten niet verkeerd. Even kijken. Mortis, hij laat sneller gedurende 4 seconden. Oké, weet je wat? We gaan deze gewoon kopen. We gaan er ook eventjes een potje mee spelen. Dus we gaan Mortis selecteren. En let's do this. Oké, de vorige keer dat ik solo showdown ging spelen met Mortis, had ik natuurlijk een challenge dat ik niet mocht bewegen. Nou ja, ik beweeg nu al. We gaan dat gewoon nu wel doen hoor. Ik gebruik trouwens nu mijn gadget eventjes. En zo te zien... Oh nee. Oh nee. Oh nee. Ik ga dood. Ik ga dood. Ik ben zo dood. Ik ben zo dood. En ik moet weg hier. Ik moet weg hier. Wat doet mijn gadget eigenlijk? Ik heb geen idee. Volgens mij... Ja, oké. Het recharge allemaal wat sneller. En ik moet deze killen. En... Oh mijn god. Zoveel damage. Oké. Even overnieuw. Ja, waarom ga ik dan ook met Mortis spelen? Met Mortis kan ik zo niet goed spelen. Dat is echt niet normaal meer. Ik ben zo slecht met Mortis. Maar goed, we gaan eens even kijken. We moeten gewoon een aantal van deze hebben. En dan hoop ik dat ik wel genoeg damage doe. Ik bedoel, net was het echt drama. Ik deed bijna geen damage. Nou, die Crow die kan ik misschien zo meteen hebben. Die kan ik serieus zo hebben. Ja. Oeh, dat is gevaarlijk. Oeh, ik ben dood. Ik ben dood. Ik ben dood. Ik ben zo dood. Ik ben zo dood. Oeh, net niet dood. Dankjewel, Crow, dat je daarna hebt miste. Oké, thank god. Ik gebruikte trouwens mijn gadget om weer snel te herladen. Want dat doet hij blijkbaar voor 4 seconden op zo'n moment. Oké, volgens mij zit hier iemand in. Nee? Oké, nou chill. Dan kunnen we hierin zitten. Volgens mij zitten we ook redelijk in de midden hier. We moeten een klein beetje opletten voor bommen. Wel chiller dan een mega-robot, wat ik de vorige keer had. Eens eventjes kijken. We hebben hier een Sandy. Oké, een klein beetje opletten. Oeh, die gaat dood. Ja, die gaat dood. Oh, nee, die Sandy. Ja, die Sandy is gevaarlijk. Ik ging er net door dood. Daar trap ik niet weer in. We gaan gewoon rustig campen. En op die manier probeer ik ze alsnog te killen. We gaan gewoon om deze tonnen. Oh, dit is zo gevaarlijk. Nee, joh. Meen je dit allemaal op mij? Yo, later. Later, Crow. Nou, die B misschien. Misschien kan ik die hebben. Zou chill zijn. We staan hier. Eens even kijken. Oh, hij is niet blij. Hij is niet blij. Oh, ja, die is echt niet blij. En ja, die heeft er 5. Ja, later vriend. Daar ga ik niet op af. En die Sandy heeft er ook 4. Oh, dit is heel naar. Dit is heel naar. Ik zit op een heel nare positie. Oké, kan hier... Ja, kan hier naar beneden. Oké, dit is fijn. Dit is redelijk chill. Oké, volgens mij heeft hij niet gezien dat ik hierin ging staan. En die bom is ook weer naar. Het gaat goed. Het gaat nog goed. Het gaat nog goed. Hij heeft niks door. Hij heeft helemaal niks door, die Crow. Maar zometeen wel. Oeh, ik bewoog bijna. Ik bewoog bijna. Hij gaat mij killen. En ja, ik ben dood. Oh, misschien is hij dood. I don't know. Yo, ik heb hem. Later, Crow. Later, vriend. Hey, die Sandy zit sowieso daar. Ja, oké, dat wist ik. En ik moet healen. Ik moet healen. Dat is het ding een beetje. Ja, ik ben dood. Ik ben dood. Ik ben zo dood. Oh, ik heb hem. Meen je dit? Ik heb hem gewoon gekilled. Met mijn super. Hij dacht dat hij mij easy peasy had. Nou, dacht het niet, Sandy. Dat was eigenlijk de comeback van de vorige match die ik tegen je verloor. Oké, dat was lekker. Dat was lekker.
Oké, dan denk ik dat ik alles wel heb laten zien. Ik heb een lekker potje gespeeld met dus de nieuwe gadget van Mortis natuurlijk. Ik heb verteld over de toekomst van Brawl Stars. Ja, nogmaals, we gaan het zien. We gaan het zien. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze Brawl Stars video. Vonden jullie het super nice? Smash dan natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Dat zou super erg helpen bij de video natuurlijk. We gaan dus voor de 2000 likes. Hopelijk kunnen we dat redden. Abonneren op dit kanaal kan natuurlijk hier beneden. Om niks meer te missen over Brawl Stars als ze updaten. En dan zeg ik tot de volgende. Peace out.